Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Kijk hier, een oude Telegraafpagina, Autotelegraaf toen nog genoemd. Van dinsdag 8 augustus 2006, 14 jaar geleden. Exclusief interview met Frans Jozef Pefken. Geen SUV voor Bentley. Nee, de toenmalige topman die zei, nee, geen SUV voor ons. En waarom niet? Ja, de SUV stond in een kwaad daglicht. Ze zouden te zwaar zijn. Ze zouden te veel brandstof verbruiken en daardoor te veel CO2 uitstoten. Ze zouden eigenlijk een overbodige autoconcept zijn. Ja, en Bentley wilde toch een stukje exclusiviteit. Die zouden zich focussen op saloons en op convertibles. Maar ja, je ziet hem al in beeld. Dit is de Bentley Bentayga. Uiteindelijk is Bentley toch overstag gegaan om een SUV uit te brengen. Deze auto werd geïntroduceerd in 2015. Maar ja, 2015, 9 jaar na de uitspraak van meneer Pefken. Nou joh, al veel eerder werkte Bentley aan een SUV. En dat was de conceptcar met de naam, de interne naam Falcon. En die auto die werd in 2012, dus 6 jaar na de uitspraak van meneer Pefken in de Telegraaf, werd die geïntroduceerd als conceptmodel op de autosalon van Genève 2012. En daar stond die SUV van Bentley. En daar stond natuurlijk het Bentley-team vol trots die auto, ja, te presenteren, laten zien aan journalisten, laten zien aan potentiële kopers, aan de traditionele Bentley klantenkring. Maar wat ze op dat moment niet wisten, op het moment dat zij met al die klanten stonden te praten, ja, waren er natuurlijk al media die wat hadden geschreven over die auto. Plus de klanten hadden natuurlijk al hun mening klaar. En die auto die werd echt finaal met de grond gelijk gemaakt. Dit moest Bentley absoluut niet in productie nemen. Dat was tenminste de algemene conclusie van het journaaien en van de potentiële kopers. Ja, en terwijl dat daar bijvoorbeeld de designer van die auto, Dirk van Brakel, een Belgische ontwerper, toenmalige designbaas van Bentley, daar vol trots die auto stond uit te leggen, te laten zien aan die mensen. Ja, toen werd die auto eigenlijk al, ja, afgeschreven. En hij kwam terug, ik meen 3 dagen, nadat hij de auto had gepresenteerd in Genève. En toen zag hij pas alle reacties, alle commentaren op de conceptcar zoals hij die had getekend, zoals hij die had neergezet daar in Genève. En we besloten ze bij Bentley, auto gewoon hup opgefrommeld, de vuilnisbak in. Er kon opnieuw worden begonnen, maar niet direct. Nee, meneer Van Brakel die stopte bij Bentley, werd opgevolgd door Luc Donkerwolken. Heel toevallig ook een Belgische designer. En Donkerwolken die startte vanaf een leeg vel papier. En hij tekende uiteindelijk de Bentley Bentayga. Zoals die hier nu staat. Ja, en is het dan een succes? De auto werd gepresenteerd, zoals ik al zei, in 2015. In 2016 kwam die op de markt. Nu zijn er in 2015 iets minder dan 100 exemplaren van gebouwd. Maar in zijn eerste volledige productiejaar was deze auto goed voor maar liefst 50% van de Bentley productie. Dus het was een eclatant succes. Het was een juiste keuze van Bentley om dit model, een SUV, aan het leveringsprogramma toe te voegen. Maar ik zeg 50% van de totale productie in 2016. Het betekende wel dat de verkoopaantallen, of beter gezegd, dat de productieaantallen van de Bentley Flying Spur wel drastisch naar beneden gingen. Nu kan dat enerzijds te maken hebben met dat mensen in plaats van een Flying Spur natuurlijk een Bentayga kochten. Maar het kan ook zo zijn dat wat Bentley heeft gezegd, we hebben maar een x-aantal productieplekken. Weet je wat, we bouwen nu even vanwege de grote vraag wat meer Bentaygas en we bouwen wat minder Flying Spurs, die schuiven door naar volgend jaar. Zo kan het natuurlijk ook zijn. Het wil niet zeggen dat het cannibalisme is binnen het leveringsprogramma. Te meer omdat in 2017, dus een jaar later, zag je dat de productie van de Flying Spur juist weer was toegenomen ten opzichte van 2016. En als je dan overal kijkt, van 2016 tot en met 2020,
20, dan zijn er inmiddels meer dan 20.000 stuks van die Bentayga geproduceerd. En als je dan kijkt naar het volume van Bentley in die afgelopen jaren, dan zit je op een aandeel van 45%, wat dus die Bentayga heeft opgeëist binnen het complete programma van Bentley. Maar 2015 werd die geïntroduceerd, heb ik net gezegd, op dat moment vertrok de designbaas, de designer ook van de Bentayga, vertrok bij Bentley. En zo kwam er een nieuwe designer bij Bentley aan het roer. En dat was de Duitser Stefan Szilaf. Ja, en die Stefan Szilaf, die kreeg dus deze auto min of meer in de schoot geworpen. Had hij niks voor hoeven te doen. Maar als het aan hem lag, dan had hij er toch net iets anders van gemaakt dan zoals die hier staat. En dat zie je ook als je nu kijkt naar de facelift die we ernaast hebben geplaatst. Want dit is de auto waar Szilaf, ja, natuurlijk is hij er tevreden over, maar binnen zijn mogelijkheden heeft hij de auto zo aangepast dat hij hier echt zijn stempel op heeft kunnen drukken. En waar was nou Szilaf niet zo happy mee met de proporties van die Bentley Bentayga? Die eerste conceptcar die was nogal hoekig, vooral van voren. De achterzijde die liep schuin af. Het was eigenlijk een soort van coupé SUV. De auto was vrijwel een mastodont. Je kunt hem vergelijken met een hedendaagse Cullinan. Hij had wat trekjes weg van een Range Rover. En wat ze hebben gedaan, ze hebben het design wat afgezwakt. Ik vind zelf, ze hebben het wat vrouwelijker gemaakt. Hij is wat meer afgerond. Die schuine voorzijde. En dat hebben ze allemaal met de nieuwe generatie gewijzigd. Het Bentley logo met heel die motorkap ligt 3 hele centimeters hoger dan bij die vorige editie. Die grill staat ook wat meer recht overeind. Wat fier, wat pontificaal. En de grap is dan, als je dan kijkt naar eigenlijk wat die Bentayga was en wat die nu is geworden, zijn ze eigenlijk meer richting die Falcon conceptcar gegaan. Hij heeft wat meer body gekregen. Hij is wat mannelijker geworden. Hij is wat hoekiger geworden. Ja. En als je dan goed kijkt, dan zie je ook dat hij het designgezicht heeft gekregen. Dat hij Szilaf ook heeft doorgevoerd op ten eerste de Continental GT. Daarna de Continental GTC. En inmiddels ook de Flying Spur. En dat zijn met die lichtunits in dat kristaldesign. Waar de buitenste lichtunit een fractie kleiner is. Een fractie, een stuk kleiner dan die hoofdunit. Szilaf die zegt overigens, ja, het gezicht van die 2 lichtunits, dat voeren we nu al eigenlijk sinds jaar en dag. Ga er maar vanuit dat in de toekomst we overgaan naar 1 lichtunit. Een Bentley hoeft niet per definitie 2 lichtunits aan 1 kant te hebben. En dat gaat hij waarschijnlijk doorvoeren op de volgende generatie waar hij inmiddels aan werkt natuurlijk. En wat eigenlijk een doorn in het oog was van Szilaf, dat is die lichtunit van die Bentayga. Hij vond dit niet zo'n mooie oplossing. Hier in die buitenste lichtunit zit hier een in de carrosserie kleur gespoten kapje. En achter dat kapje schuilt het armpje van de sproeiinstallatie voor natuurlijk die xenon verlichting. Ja, het was niet een keuze die Szilaf had gemaakt, zo zei hij. Maar hij kan het wel begrijpen dat je het hebt geïntegreerd. Omdat het met die toenmalige lichttechniek van Xenon noodzakelijk was om daar een sproeisysteem op te zetten. En met de hedendaagse LED-techniek is dat niet meer noodzakelijk. Vandaar dat Szilaf meer vrijheid had om dat op een andere manier in te kleden. En als je dan kijkt naar wat ik zei, de proporties van die auto, die zijn anders geworden. En hoe heeft hij dat gedaan? Hij vond sowieso dat bij het vorige type die wielkassen niet mooi gevuld waren. Natuurlijk, het nieuwste model heeft 1 inch grotere wielen. Dat geeft hem ook al meer stance, zoals ze dat in de industrie noemen. Maar wat hebben ze nou gedaan? Szilaf die vond dat die wielen iets te ver naar binnen stonden. Dus die wielen moesten verder naar buiten komen. Hebben ze dat veranderd op de vooras van die nieuwe Bentayga? Van die gefacelift uitvoering? Nee. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben al het plaatwerk hebben ze vervangen, sowieso, behalve de deuren. Ze hebben juist het voorscherm hebben ze wat meer naar binnen gedrukt. Dus ze hebben niet de wielen naar buiten gezet. Nee,
het lijkt nu optisch of de wielen verder naar buiten staan, omdat de wielschermen naar binnen zijn geplaatst. Die zijn dus gewoon smaller. En voor die achterkant geldt wel dat die achteras een fractie breder is geworden. De spoorbreedte is 2 centimeter toegenomen ten opzichte van die eerste Bentayga variant. Dit is trouwens een leuk detail. Op die Pirelli banden staat hier een klein beetje. En dat beetje, dat betekent dan dat deze banden specifiek voor Bentley zijn ontwikkeld. En hier ook weer dat stripje wat noodzakelijk is voor die brede banden. Kijk ervoor een eerdere aflevering van Sjoerds Weetjes. Ja, kijk, en ik zei net, die voorzijde, die hebben ze dus aangepast aan de designstijl van die Continental GT, GTC en van die Flying Spur. En dat zie je ook aan de achterzijde met die ovale lichtunits met die kristallook hierin verwerkt. En doordat ze voor deze designrichting hebben gekozen, betekent ook dat heel die achterklep opnieuw ontworpen moest worden. Want, ja, kijk naar een ring, zei Silaf tegen mij. Kijk naar een ring. Die doe je ook niet in tweeën delen. Nee, daar laat je één geheel van. Een ring is één. Dus een lichtunit is ook één geheel. Dus die naad die bij de vorige generatie Bentayga gewoon die lichtunit in tweeën deelde, die hebben ze moeten verplaatsen naar de buitenkant. Waardoor die achterklepper achterop licht in plaats van dat die tussen, ja zeg maar, de flanken licht. Kijk, hier wordt wel die lichtunit onderbroken. Maar dat is een detail wat Silaf absoluut niet wilde in zijn nieuwe designstijl voor het hedendaagse programma van Bentley. Dus vandaar dat die achterklep nu achterop is geplaatst. Hij is overigens ook anders van vorm, maar dat heeft te maken met omdat die neus, omdat ze die juist wat stomper hebben gemaakt, wat hoekiger, daardoor oogt hij wat stoerder, moest de auto overal qua proporties ook aangepast worden. Dus die wielkasten zijn, zoals ik al zei, beter gevuld. Maar dat betekende ook dat ze een langere achterspoiler hebben gemonteerd of ontworpen en dus monteren, waardoor die auto aan de bovenzijde ook wat langer is gestrekt. En datzelfde geldt voor die achterklep waar wat meer volume in zit dan bij die vorige editie van die Bentayga. En door die lijnenspel oogt die ook wat stoerder. Nou, het is wel heel grappig dat je dus als eerste met een SUV komt die te hoekig en te robuust oogt, dan vervolgens een compleet nieuw voorstel doet, wat helemaal een groot succes is, vooral binnen Bentley. Want die productieaantallen die hebben er nooit zo snel geaccelereerd voor geen enkel Bentley-model dan ook. En dat je dan voor de gerestelde variant van die Bentayga, die je hebt hertekend, weer teruggaat. Eigenlijk wat richting zo'n Falcon conceptcar uit 2012, die massaal werd afgefakkeld. En dan denk je misschien, Bentley Flying Spur, die heeft zo'n mooie Flying Bee, waar ze jaren mee bezig zijn geweest om die te ontwerpen. En die heeft dan zo'n, ja, zo'n Bentayga niet, nee, ook niet optioneel leefbaar. Waarom niet? Om de dood eenvoudige reden dat de ontwerpbaas het niet mooi vindt om hier zo'n, ja, ornament op die motorkap te hebben. Ja, daar zullen ze waarschijnlijk bij Rolls-Royce anders over denken.